Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vix. Nou, we zijn al jaren bezig met klimmen en skiën in de Alpen. En op een gegeven moment heb je in de Alpen gedaan wat je kan doen. En dan wil je toch hoger opzoeken. En zodoende zijn wij in de Himalaya terechtgekomen. Ja hoor, het is absoluut verantwoord. Zeker ook als je goed acclimatiseert, wat we nu komende 2 weken aan het doen zijn. En dan vervolgens eerst een kamp 1 ontbouwt, daarna een 2 en dan een 3. En elke keer even weer hersteld in het basiskamp, dan is het zeer verantwoord. En dan de laatste 2.500 meter moeten we klimmen, ja. Joost en Greg waren vastbesloten. Na een voorbereiding van een jaar zouden ze de Cho Oyu, de turquoise godin van de Himalaya, beklimmen. Om vervolgens van het dak van de wereld naar beneden te skiën. Een prestatie waar tot dan toe geen enkele Nederlander zich ooit aan had gewaagd. Teamarts Herman zou de klimmers medisch en moreel ondersteunen. 3 doorzetters, 1800 kilo bagage en meer dan 8000 hoogtemeters te bedwingen. Het avontuur begint in Nepal. Op 2 maart komt het drietal aan in Kathmandu. Als eerste staat een bezoekje aan een masserende kapper op het programma. Want aan het avontuur van je leven kun je natuurlijk niet fris genoeg beginnen. Bij de boeddhistische tempel van Botnath ontmoeten de jongens hun Sherpa's, de Himalaya-specialisten die een belangrijke rol zullen spelen bij de expeditie. Ze blijken een heel eigen manier van voorbereiden te hebben. Om de onderneming kans van slagen te geven, moeten namelijk eerst de goden gunstig worden gestemd. En alsof het de gewoonste zaak van de wereld is, draaien Joost, Greg en Herman even later fanatiek aan gebedsmolentjes. Ook worden kaarsen aangestoken, maar dat blijkt nog niet genoeg. In een winkel kopen de Sherpa's meters stof en vlaggetjes. Dit is voor Summit? In de bergen zullen de Sherpa's straks een gebedsplaats bouwen, want daar zal het team de goden hard nodig hebben. Na deze bijzondere start wordt het tijd voor meer praktische zaken. Bij het huis van Sherpa Nima wordt ingepakt. Tonnen vol candybars, kilo's kant-en-klaar maaltijden en natuurlijk het allerbelangrijkste, de skis. Ook gaan zuurstofflessen mee. Ze zullen alleen worden gebruikt in noodgevallen. Het klimmen zal op eigen kracht gebeuren. Per bus reist het team vervolgens naar de Tibetaanse grens. De wegen zijn slecht. Greg voelt zich ziek. Geen goed begin. Pijn op mijn dak. Last van mijn maag. Diarree. Een beetje kotsneiging. Het is de dag van vertrek en een jaar lange voorbereiding. Word je zo wakker. Eenmaal in Tibet gaat de reis verder per jeep. Op de Tongla Pass wordt een tussenstop gemaakt. Een indrukwekkend moment, want voor het eerst staan de jongens oog in oog met het dak van de wereld. Everest. Yes, I'm Kang. Cho Oyu. Voelt goed om hier te zijn. Voor er verder kan worden gereisd, vindt ook hier weer een boeddhistische ceremonie plaats. De jongens doen enthousiast mee. Het volgende reisdoel is Tingri, het laatste dorp waar afscheid zal worden genomen van de bewoonde wereld. Als urban cowboys lopen de 3 avonturiers door de verlaten straten.
In Tingri wordt nog even goed gegeten, terwijl Joost onderhandelt met een jakdrijver. And how many yaks does one yakman have? Three yaks, one yaks, one yakman. One yakman can do three yak. Okay, three yak. De jongens blijken twee keer zoveel yaks nodig te hebben als het aantal waarvoor ze hebben betaald. Er zit niets anders op de dieren twee keer te laten lopen. Op het moment dat we aankomen in Basecamp, gaan de jaks naar beneden. En komen de volgende dag weer omhoog. En twee dagen later hebben we alle spullen en hopelijk gaat het goed. Als de jaks bepakt en bezakt zijn, wordt begonnen aan een dagenlange wandeltocht door een sprookjesachtig landschap. Op naar het basiskamp. Op 30 maart bereikt de karavaan het basiskamp aan de voet van het Cho-Oyu op 5700 meter hoogte. Het is nog een hele klus om het terrein vlak te maken, zodat met bouwen kan worden begonnen. Er verrijst een heus dorp met als centrale punt het Space Station, een joekel van een koepeltent. Zijn bouwtekening alleen al zou een nachtmerrie zijn voor de gemiddelde campingganger. De Sherpa's beginnen kort hierna met het bouwen van de Puja, een tempel. Het bouwwerk is belangrijk en dus helpt iedereen mee. Als hij klaar is, vindt een ritueel plaats. De skis en het voedsel moeten worden gezegend. De ceremonie eindigt met een koud pilsje. Lekker is anders als het vriest en je aan de diarree bent. Proost! 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 Joost en Greg zullen de komende dagen rustig acclimatiseren. Voor ze beginnen met klimmen moet hun lichaam eerst wennen aan het leven op eenzame hoogte. Op zonnige dagen heeft het basiskamp wel iets van een camping. Het eten voorbereiden in de open lucht en ontbijten met een fantastisch uitzicht. Er is zelfs een wc'tje. Eén groot verschil, het badkamergebouw ontbreekt. Yo, lekker warm hier. 5700 meter. Je zou bijna vergeten dat permanent leven op deze hoogte onmogelijk is. Dokter Herman en zijn dozen vol medicamenten zijn niet voor niets meegereisd. Het allerbelangrijkste is dat je gezond blijft. Je merkt hier in Basecamp, we zijn hier al 6 dagen. Iedere dag komt er wel weer wat opzetten. Je hebt hoofdpijn of je voelt je misselijk, je darmen doen het niet. Of je hebt wondjes die niet meer gaan genezen. En je moet gewoon heel erg je best doen om goed voor je hygiëne te zorgen. De Sherpa's zijn de eerste die zich opmaken voor de barre tocht omhoog. Voor Greg en Joost aan hun waagstuk beginnen, zullen zij hun verschillende kampen in gereedheid brengen. In totaal moeten ze in een paar dagen 200 kilo aan materiaal naar boven sjouwen. Waaronder maar liefst 1200 meter touw, dat gebruikt zal worden om de route te beveiligen. Na wat plichtplegingen bij de Puja vertrekken de Sherpa's. Ze verlaten het basiskamp met, zoals hun geloof het voorschrijft, een rondje links om het altaar. Absoluut de hele tijd de Sherpa's. De avond waarop de Sherpa's terugkomen, vertellen ze enthousiast over hun belevenissen. Het viel niet mee. Een van hen kon nog net uit een ijsspleet worden getrokken. En de sneeuw is boven inmiddels kniehoog. Dat belooft wat. Na een week basiskamp moeten Joost en Greg er toch ook eindelijk aan geloven. De komende dagen zullen ze zich voorbereiden op hun toppoging door stapsgewijze tochten te maken naar kamp 1 en 2. En we zullen in kamp 3 pas gaan slapen, op het moment dat we echt aan onze toppoging bezig zijn. En dat zal dus eigenlijk nadat we uit kamp 2 zijn afgedaald, rusten in basecamp en dan kamp 1, kamp 2, kamp 3 naar de top en naar beneden weer. Ja, ja. Nou, eerst maar eens vertrekken en dat lijkt de volgende morgen al moeilijk genoeg. Net toen mijn tent uitkwam, toen had ik echt totaal geen zin in. Toen had ik heimwee. Toen wilde ik dat ik gewoon in Nederland lekker warm bedje lag. Maar het begint nu alweer te komen. Ja, moet maar, hè? Dit soort momenten ben je nooit klaar volgens mij. Dus we gaan nu gewoon beginnen. En na het verplichte rondje rond de Puja gaat het tweetal op pad. Thank you.
Nou, één stukje was echt verticaal. En dat was iets van 40 meter, toch wel echt 70 graden, 60 graden, 60, 70 graden. Ik dacht dat het allemaal gelul was, want ik geloofde het gewoon niet van tevoren. Blank ijs, wat het moeilijk maakt. En nou goed, Anne heeft, heeft het fantastisch aangelegd. Nu de voorbereidingen zijn geslaagd, wordt het tijd voor het echte werk. Joost is de dag van vertrek een beetje gespannen. Ik heb niet een goed echte hoogte, een goed echte stand geweest. Dus ik ben er eigenlijk van overtuigd dat ik het gewoon ga halen. En ik denk dat het vertrek eigenlijk hetzelfde geldt. Als je daarentegen de statistieken bekijkt, dan is de kans van op die hoogte, na 4 dagen op die berg, is gewoon... Als je er puur botte statistiek op loslaat, is de kans gewoon verkleinen dan 50% dat je allebei de top haalt. Tegelijkertijd. Hoe laat is het? 10:07. Mooi. Sherpa Pasang pakt een paar Boeddha-posters in. Are you bringing pictures? This one will bring on top. Oké. Okay. Niet alleen Joost is zenuwachtig. Greg rommelt met wat papiertjes. Je hebt nog gebedsvlaggetjes, papiertjes. Die hou ik bij me en op de moeilijke stukken, zware stukken, gooi ik die de lucht in. En dan zullen de goden me helpen. De tocht verloopt volgens plan, al blijft de steile ijswand een enorm obstakel. Tweede keer naar kamp 2. Het is een behoorlijk zware rit. Die ijsklif, die sloopt je. Aangekomen in kamp 2 merkt Greg dat hij steeds meer hoest. Op een of andere manier, als ik stilsta, dan hoest ik meer dan als ik beweeg. De volgende morgen is het op naar kamp 3. Gaan we dan kamp 3? Here we come. We zien het al liggen. Het zal niet snel gaan. Het zal niet makkelijk gaan. Maar het is wel mooi. En dan morgen door deze fantastische poeder naar beneden skiën. Joost's enthousiasme blijkt voorbarig, want even later ploetert het tweetal door kuithoge sneeuw, happend naar adem. Aangekomen in kamp 3 wordt de tent opgezet op een uitgehakt ijsplateau. 's Avonds staren Joost en Greg wezenloos voor zich uit. Om 2:00 s'nachts zullen ze vertrekken, op naar de top. Om 2:00 stond ik hier buiten, klaar om te gaan. Maar het weer is een nee. De hele nacht liggen wachten, maar het mocht niet. Ik voel me nu redelijk verzwakt. Maar goed, dat komt wel terug. Lekker soepje. Zelf voelt Greg zich inmiddels allesbehalve lekker en vraagt Herman om raad. Vanochtend om 1:00 heb ik vrij veel water gedronken. En ineens kwam het allemaal uit. Ik heb niet hele harde signalen dat ik zeg van je moet nu naar beneden. Maar en ik denk ook dat je het nachtje wel door zal komen. Maar als je dan zo slap bent en je kan beter niks, helemaal niks, dan kan je beter nu zo snel mogelijk afdalen en winst pakken en niet een nacht langer op 7400 meter blijven over. Even kort contact gehad met de dokter.
Ik kan natuurlijk ook niet zoveel. Je weet het zelf ook niet. Maar het komt er gewoon op neer dat ik binnen 10 minuten gewoon moet weten wat ik van plan ben. Het is moeilijk. Moet Greg afhaken of gaat het team samen naar de top? Zometeen deel 2 van Skiën van het dak van de wereld. De volgende nacht gaat het tweetal toch op pad. Verzwakt, maar vast besloten. Bijna 2 uur en we gaan omhoog. Dus gaan we de mooiste afdaling van ons leven maken vandaag. Op aanraden van de Sherpa's ontsteekt Herman in het basiskamp op dat moment een vuur om steun aan de goden te vragen. Hermans inspanningen mogen niet baten. Als het licht is geworden, blijken Greg en Joost veel langzamer te gaan dan gepland. Aan het einde van de ochtend komen ze geen meters meer vooruit, maar centimeters. Nu doorzetten kan fatale gevolgen hebben. Dit is de hoogte, man. Hier vliegen de internationale. Transcontinentale commerciële vliegtuigen. Toen lopen wij een beetje zonder zuurstof omhoog op zoek naar een bepaald puntje om daar vanaf te skiën. Het mag nu even wat minder logica van mij. Maar goed, kom maar weer. De klimmers raken bijna los van de realiteit. Herman wordt nerveus als hij hoort hoe slecht het ervoor staat. Ja, Greg, hier met Herman uit Basecamp. Hoe is het daar boven over? Ja, het is een verdraaide bedoeling. Joost is afgedaald. Die voelt zich slecht. Die vroeg ook aan mij of ik naar zijn gezicht wil kijken of dat uitdeem te zien was. Ik lig hier te wachten met Pemba. En Pasang en Ang Pemba zijn hoger. En die hebben er ontzettende pest in dat wij niet ook hoger zijn gekomen. Maar wij stegen op het laatst nog maar nauwelijks. Zo kun je nooit de top halen, over. 200 meter voor de top besluit ook Greg terug te keren. How are you, hey? Kom zo, hè? Ja, het is natuurlijk kloten. Als Joost terug is in het basiskamp, blijkt hij half blind te zijn. Een check-up door Herman doet het ergste vermoeden. Een bloeding op het netvlies. De expeditiearts heeft het drukker dan ooit. Tot overmaat van ramp komt een alpinist aanlopen met levensbedreigende longklachten. Hij wordt zo snel mogelijk afgevoerd, waarna Herman contact opneemt met Nederland over Joosts oogprobleem. Ik heb geen oftalmoscoop hier. Heel misschien later op de middag, omdat er een Duitser misschien wel in heeft die er nu niet is, maar ik kon dus niet kijken. En nou is onze vraag van, ja, wat is, als het dat is, wat is de risico-inschatting van nog een keer naar boven gaan? Ja, we moeten gewoon even kijken wat de komende dagen ontwikkelt, maar voorlopig ziet het in ieder geval uit dat het exit is voor mij. Dus dat is toch, het vuur. Inmiddels is ook Greg verslagen teruggekomen. Hij heeft de pest in, maar wil doorzetten. De Sherpa's hebben er weinig vertrouwen meer in. Ja, het is over voor me nu. So I cannot go anymore. Unless a miracle happens and today my eye is okay and I call again and they say okay you can go, but I don't think so. But for Greg is a different story. He still good health, not very good health, but I think he can make it. He thinks also. So I think he should get a very good chance to get it. Ik kan me goed voorstellen hoe Joost zich nu voelt. Maar ik heb ook een beetje het idee dat ik moet gaan voor Joost, voor Herman, voor de Sherpa's die achterblijven, voor iedereen thuis die ons aanmoedigt de hele tijd.
Dat het niet alleen voor mezelf is, maar ook gewoon om dit project succesvol te maken. Dus er staat toch wel een druk op mijn schouders. En nu moet het gewoon... Nu moet het gebeuren. Nu moet het gebeuren. Ja, ik had er gewoon bij moeten zijn. Het is gewoon een ongelooflijk klote. We zijn gewoon de helden van de Himalaya op dit moment. En aan jou nu om het af te maken. En het is heel zwaar, ik hoor het aan je. Maar fantastisch doorzetten en dan sta je zo meteen op de top en dan is dat gewoon de beloning voor een jaar lang hard werken over. Ja, dankjewel Joost. Geweldig om dat zo te horen. Ik word er ontzettend emotioneel van om ze te horen en een aanmoediging te horen. Greg vecht tegen de uitputting, kunnen ze in het basiskamp niets anders doen dan gespannen afwachten. Na 12 uur afzien komt Greg eindelijk aan op de top. Hij is gebroken. Hallo, dit is Basecamp. Greg, kun je mij horen? Over. Joost, Herman, dit is Greg. Meld je even. Over. Als de wolken wegtrekken, voltrekt zich een klein wonder. De Mount Everest komt in zicht. En die is alleen te zien vanaf de top van de Cho Oyu. Het onomstotelijke bewijs is geleverd. De moment te vieren. En terwijl Herman en Joost nog steeds wachten op een teken van leven, besluit Greg uitgeput te beginnen aan zijn huzarenstuk. De afdaling van 8201 meter. Ja, Greg, hoe gaat het met je en waar ben je over? Nou, gaat goed. Ik ben net teruggeskiet van de top, over. Gefeliciteerd, jongen. Heel mooi. Yeehoe! Ja! Yeah. Kijk jongen. Hey, goed zo jongen. You did it. Heel erg mooi. Hey. Godverdomme, hè. Klasse. Echt mooi. Gefeliciteerd, hè. Greg, wat een inspanning. Ik ben blij dat... Het is geweldig dat... Het werk dat we samen geleverd hebben, ja. Dat het echt toe geleid is. Zeker. Ja, heel mooi.
geweldig. Het is fantastisch om alle bekende gezichten weer te zien. Heel erg mooi dat Greg de top gehaald heeft, zodat we gewoon als expeditie 100% geslaagd zijn. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Vix.